We blijven deze week weer stilstaan bij de COVID-19-situatie, aangezien het aantal besmettingen nog niet afneemt. Ondanks het vaccineren qua organisatie redelijk goed gaat, is het aantal personen dat zich laat vaccineren nog steeds laag. Een consequentie van de situatie is dat de ziekenhuizen nog steeds met bomvolle ICU's zitten. Deze week nemen we deze situatie bij de ziekenhuizen onder de loep. En een van harte goedenavond en welkom bij Onder de Loep. Het programma waarin we de actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over de situatie bij de ziekenhuizen. Na de break stel ik mijn gast aan u voor. En aan mijn tafel vandaag de medisch directeur van het Slans Hospitaal, dokter Sunita Nananpandey Gopisingh. Welkom, dokter. Dank u. En zoals eerder aangegeven, gaan we praten over de COVID-19-situatie en de situatie met name bij uw ziekenhuis. En onze gastcolumnist voor vandaag is Jeffrey Kwatje. En hoe gaat het met u? Het gaat naar omstandigheden redelijk. Niet om heel blij te zijn, maar persoonlijk gaat het goed, maar de situatie in de medische zorg is niet best. Ja. U maakt zich heel veel zorgen? We staan op met de situatie en we gaan naar bed ermee. Dus het houdt je bezig de hele dag. Ja, als medisch directeur van een van de ziekenhuizen die echt COVID, die echt die situatie van dichtbij meemaakt, is het wel een andere situatie dan gewoon ermee opstaan en elke dag is het koppijn. Klopt. En behalve dus die COVID-zorg gaat ook nog de reguliere zorg door. Ja, want dat door. Vergeten we vaak. Hè? Dat vergeten we. En die medisch directeur is wel verantwoordelijk voor de totale situatie van het ziekenhuis. Dus u begrijpt, terwijl ik in de auto hier zat, was het telefoontjes en appjes. Ja. Daar een lekkage, hier en dit, daar en dat. Dus het gaat allemaal door. Ja, maar, want COVID eist alle aandacht, maar toch moet die andere zorg doorgaan. Lukt het om die andere zorg nog te geven? Het lukt wel. We zetten allemaal de schouders eronder. En natuurlijk zetten we COVID een beetje op de voorgrond. Maar het lukt redelijk. Als we het peil kunnen houden zoals het nu is en natuurlijk naar vermindering kunnen gaan, dan moet het allemaal wel verbeteren. En als we kijken naar de mensen, het zorgpersoneel, de artsen, zijn ze nog met opgeheven hoofd, zijn ze nog gemotiveerd om het werk te doen? Ze zijn wel gemotiveerd, maar ze zijn, om het woord weer te gebruiken, ze zijn moe. Ja. En ze zien uit naar de dagen dat het aantal opnames zal verminderen. En dat men dus ook minder intensief bezig kan zijn met de patiënten. Dat mensen ook minder ziek binnenkomen en dat mensen ook minder vaak op die IC belanden. Want daar is, daar is de situatie dus heel ernstig. En elke dag vechten met de levens van mensen. Ja, om zijn leven te houden. Maar ja, het lijkt me een beetje conflicterend. Je zou denken van het aantal vaccinaties gaat toch wel, als je kijkt op de website van laatjevaccineren.sr... dan zie je toch wel dat het aantal gevaccineerden toeneemt. Maar dan zien we dat het aantal doden en het aantal besmettingen weer aan de andere kant toeneemt. Ja, dus we moeten ons niet heel erg verkijken op die cijfers. We zien in de wereld die trend. Die trend is dus dat het aantal vaccinaties moet toenemen, totdat je een snijpunt bereikt, waarbij je dus ziet dat de aantallen besmettingen gaan afnemen. En de volgorde is het aantal besmettingen neemt af in de gemeenschap, aantal ziekenhuisopnames neemt af, dan nemen de aantal IC-opnames af en dan het aantal doden. Dus dat zien we gewoon over de hele wereld plaatsvinden. Dat is zo ongeveer de volgorde. Wij hebben dat snijpunt nog niet bereikt. Okay. Dus die frequentie van vaccinaties, het aantal percentage dekking moet toenemen totdat we dan het snijpunt hebben bereikt. Okay. Dat je dan die verlaging van het aantal besmettingen ziet. Dus moet het toch naar 80%?
zoals de president aangeeft? In de wereld zien we wel dat het bij 60-70% is bereikt. Uh-huh. Het keerpunt. Ja, ja. Dus we hebben nog wel een weg te gaan. Want okay. We zijn nog niet daar. En wat ik een beetje verontrustend vind, is dat het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de tweede prikken, dat dat geen gelijke trend houdt met het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de eerste prik. En we weten vanuit het vaccinatiegebeuren dat je dus eigenlijk volledig beschermd bent ongeveer 2-3 weken na de tweede prik. Dus iedereen die nog loopt met de eerste prik heeft een ietsje grotere kans om toch nog besmet te raken met het virus en toch nog symptomen daarvan te ontwikkelen, dan iemand die al voor de tweede keer is gevaccineerd en 2-3 weken daarna echt de volledig haalbare bescherming heeft opgebouwd. Maar je zou denken van als je eenmaal over de streep bent, je hebt je eerste prik gehad en je checkt je datum voor je tweede prik, dat zou het dan geen probleem moeten zijn, toch? In principe wel. Dus die data moeten geanalyseerd worden. En ook de redenen, de argumenten daarachter, waarom mensen misschien wegblijven. Wij dachten misschien zijn ze dus op andere locaties, want je bent vrij om je tweede prik op een andere locatie te nemen. Maar het houdt geen gelijke trend. Dus dat moet onderzocht worden. Suriname, de meeste mensen die hun eerste prik hebben gehad 6 weken na hun eerste prik voor een tweede prik. Maar het kan al vanaf 4 weken. Waarom houdt Suriname dan de 6 weken? Nee. We hebben in het begin uit onderzoeken blijkt dus dat je de hoogste weerstand opbouwt tussen 8 en 12 weken. Ja, ja. Suriname had gekozen voor een datum op 10 weken na de eerste prik. Ja, ja. Dat hebben we dus ook aangegeven aan de mensen. Maar ze mochten, als ze redenen hadden, mochten ze eerder komen, maar niet eerder dan 8 weken. Oh, niet eerder dan 8 weken. En ze mochten ook ietsje later komen tot 12 weken. Oké. Dus dat mag misschien licht. Maar u zegt dat zal worden dat onderzocht. Dat zou kunnen, maar die data moeten we wel analyseren. Ja. Ja. En ik gaf eerder aan, de situatie kunnen we redelijk beheersen nu. U zegt van dat is de trend in de wereld wat we nu zien. Maar in de tussentijd, zoals mensen zeggen, we deden in een film. Ja, en ja, dat is dus het probleem, want dan zie je dat mensen zich toch niet aan die maatregelen houden. Ja. Want dat is aan de ene kant halve partiële lockdowns, maar zich houden aan de maatregelen. En aan de andere kant hoop je dus dat het aantal mensen dat geneest groter wordt uiteindelijk dan het aantal mensen dat opgenomen moet worden. Ja, ja, ja. Want dan ga je de outflow zien uit de ziekenhuizen. Ja, ja, ja. Maar dat gebeurt dus niet. Ja. En dat wil zeggen dat er ergens in de gemeenschap iets niet goed gaat. En als je dat goed bekijkt, dan is het dus, want kijk maar naar die drukke straten. Precies, daar wil die ik die versoepeling hebben, ja. Was niet de bedoeling om te zeggen van nu mag iedereen weer à la dole de straat op. Precies. Maar ik ben net hier naartoe gereden, ik heb een uur in de file gestaan. Ja, je vraagt je af, hoe dan? Wat heeft men zo te doen op straat? En als men op straat gaat, hou je je wel aan die maatregelen. Ik heb constant mijn mondmasker op, behalve voor dit programma natuurlijk, omdat we in een bepaalde setting zitten. Maar als ik op mijn kantoor ben, of ik ben in het ziekenhuis, ik loop op het erf of wherever, ik heb een mondmasker op. Ik ontsmet mijn handen. Iedere dag bij de poort wordt er getemd. Dus het lijkt alsof het moment dat er een versoepeling wordt toegestaan, dat men denkt van, ai, het is klaar. We kunnen weer. Maar dat is het niet. Maar dat wil zeggen dat die lockdown eigenlijk niet echt helpt. Want als we zien dat mensen na die lockdown in een soort rush komen, dan misschien werkt lockdown niet. Dat moet ook nog bekeken worden, maar je ziet dus dat in de wereld ook de landen hebben gestruggeld. De landen die nu eruit zijn, die hebben ook ermee gestruggeld. Avondklok, lockdowns, men heeft van alles geprobeerd. Uiteindelijk is toch het stukje van die vaccinatie is eigenlijk gebleken dat dat heeft geholpen om de samenleving te ontlokken. Oké, goed. We pakken even een korte break, zijn we terug. En dokter Nanam Pandey, soms zeggen mensen van soms er gebeurt niks. Mensen willen ons gewoon daar pakken om een chip in ons lichaam te spuiten, om ons te volgen. En er gebeurt niet echt iets daar bij de ziekenhuizen. Gebeurt er wel wat achter de schermen daar? Ik kan u zeggen, we hebben bijna dagelijks Zoom-meetings. En ik ben er niet zo heel lang bij, maar vanaf de eerste golf
zijn de behandelaren en voor COVID, omdat het een virusinfectie is, zijn de belangrijkste behandelaren zijn de infectiologen. En natuurlijk de artsen die zich begeven op de afdelingen, samen met de verpleging natuurlijk. Maar er wordt gewerkt volgens protocollen. En die protocollen die worden bijna dagelijks misschien zelfs bijgesteld, omdat de ontwikkelingen in de wereld doorgaan. Men verzint niet zomaar iets van ik ga patiënt A een paracetamol geven en patiënt B 10 liter zuurstof. Daar zijn strikte protocollen voor, richtlijnen, zodat de artsen weten hoe ze moeten omgaan met de patiënten om de beste resultaten te krijgen. En dat doen ze samen met collega's in het buitenland. Er zijn regelmatig ook Zoom-meetings met behandelaren in Nederland en andere landen. Zodat we de protocollen die hier in Suriname gebruikt worden ook bijgesteld kunnen worden. Ja. Die infectiologen zijn bezig met zowel de behandeling op de afdeling als met de vaccinaties. Er zijn technische commissies. Men heeft regelmatig contact met elkaar om die informatie met elkaar uit te wisselen. Alleen om ervoor te zorgen dat we bij zijn met de ontwikkeling in de wereld en dat we de patiënten de beste zorg geven. Ik geef bijvoorbeeld ook een voorbeeld, de indicatiestelling. Wanneer moet een patiënt naar het ziekenhuis en wanneer kan hij toch wel thuis gemonitord worden? Dus dat soort dingen worden regelmatig besproken en ook bijgesteld. Als we zien dat het niet gaat op de een of andere manier, dan worden er oplossingen gezocht om dat wel voor elkaar te krijgen. Dus er is constant zijn we bezig achter de schermen. En met name de behandelaren, de artsen, de intensivisten, de infectiologen. Dus dat wil ik nog wel even meegeven, dat men niet denkt van het is een star beleid. Nee, het is een heel flexibel, mobiel beleid om elkaar op de hoogte te houden en alles bij te stellen om zoveel mogelijk de beste zorg te leveren. Oké, geweldig. We gaan dan even naar onze gastcolumnist Jeffrey Kwatje, want donderdag aanstaande is het 1 juli, Maspasikisikitikoti. Het zal volgens mij sinds de instelling van deze dag zal het de eerste keer zijn dat het niet echt gevierd kan worden, omdat de regering de maatregel heeft uitgevaardigd dat geen van de nationale feestdagen gevierd zullen worden in het openbaar. Maar Jeffrey Kwatje praat dit in perspectief met die COVID-19-pandemie. Jeffrey. In juli Ketikoti, oftewel de dag der vrijheden. We vieren hierbij de fysieke emancipatie van de slaven op die datum in 1863. Toch moeten we de vraag stellen hoe vrij ze anders waren, of überhaupt. Want, what about de financiële en economische vrijheid van de ex-slaven? De geestelijke en mentale vrijheid. Hun erfgoed en identiteit die ze uit Afrika hadden meegenomen, mochten ze beperkt en in bepaalde opzichten helemaal niet uitdragen. Maar goed, ze waren immers geen bezit meer van de slaven-eigenaren. En dit is nu wat we niet uit het oog moeten verliezen. Vrijheid wordt vaak genoeg bepaald door anderen, dan wel beperkt. Ironisch genoeg, anderen op wie wij onze stem uitbrengen, die we daar hebben geplaatst. De wetten en de grondwet geven aan hoe ver onze vrijheid reikt. De geschiedenis wijst aan hoe belangrijk de personen zijn die dat bepalen. De geleidelijke versoepeling en uitbreiding van het stemrecht, het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, segregation in de VS, apartheid in Zuid-Afrika, de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog, voorbeelden te over. En dus nu komen we bij het COVID-gebeuren. Ook hier zorgen vrijheid van handelen en denken voor een spanningsveld. Wel of geen lockdown, wel of geen mondkap. De economische effecten van de lockdown en de bijkomende beperkingen. Wat item nu? Wel of niet vaccineren? En wat we wel of niet over het vaccin mogen zeggen. Het is wel ironisch dat bepaalde critici van het vaccin, die zich nu bedreigd voelen, misschien wel terecht, eens tegenstanders van het beleid bestempelden als staatsvijanden. Waar we wel rekening mee moeten houden in het heen en weer discussiëren over onze vrijheid, wat we mogen, wat we niet mogen,
is de context. We hebben nu te maken met een alom aanwezig virus dat alles en iedereen kan besmetten, ofwel beïnvloeden. De afgelopen 2 maanden hebben ons een schets gegeven van hoe het negatieve extreem eruit kan zien. Het effect op de gezondheidszorg, overwerkte zorgwerkers, code zwart in de ziekenhuizen, om maar niet te praten over het aantal bezweken patiënten. En ja, dan krijg je de lockdown en dat zorgt weer voor economische effecten. Bob Marley's song Emancipate Yourself from Mental Slavery. Dat wil zeggen, ja, niet zozeer, denk ik hoor, lukraak denken en zeggen en uiten wat je wil, maar kritisch zijn. Niet alles wat aan je wordt gepresenteerd gewoon overnemen. Dus niet gewoon zeggen, niemand komt aan mijn vrijheid, zijn ze gek geworden. Vrijheid gaat gepaard met verantwoordelijkheid. We zijn deel van een samenleving. Samen leven. Jouw vrijheid mag niet indruisen tegen mijn vrijheid. En het collectief belang is niet altijd congruent aan elke individuele wil. In de delicate balans, in het belang van ik of wij, blijft de ultieme vraag en uitdaging: hoe vrij is vrij? En dat was onze columnist voor deze week, Jeffrey Kwatje. En heeft hem gehoord, hij heeft de COVID, Kitty Kotti in juli geplaatst in relatie tot de COVID-19-pandemie. Want zoals we weten, kunnen we dit niet uitbundig vieren zoals we dat gewend zijn. Ik weet niet als u naar sport kijkt, als we kijken naar de EK-wedstrijden, met name in Europa, dan zien we in sommige landen volle stadions. Mensen zijn ingeënt en zeggen die groepsimmunisatie werkt. Wat is dat precies? Kijk, als je vaccineert, dan, ik ga gewoon even een vergelijking maken. Je bouwt een schild om je heen, ja. Als bescherming. Het virus wil aanvallen, maar je hebt een schild om je heen. Echter, bij dit virus is het dus dat jouw schild nog een aantal gaten heeft. Ja. Dus dat virus heeft nog kans om door het schild heen te breken. Nu, als je met z'n allen vaccineert, bouwt de hele gemeenschap een groot schild om zich heen. Ja, maar ja. Ook dat schild heeft nog een aantal gaten. Omdat het virus zich iedere keer wil veranderen om te surviven. Ja, het is een heel slim, het is geen diertje of zo, maar een heel slim micro-organisme dat zich elke keer gaat veranderen om maar te overleven. Ja, ja. En hij heeft de mens nodig om te overleven. Daarom zijn die contactmomenten het gevaar. Nou, die grote schild om de totale gemeenschap heen, dat noemen we die kudde-immunisatie. En dat is al een heel bekend fenomeen binnen het vaccinatiegebeuren, vanaf de kinderen die gevaccineerd worden. Dus al de onderzoeken die al jaren geleden zijn gedaan, heeft dit heeft men ontdekt, als zo'n grote groep zich vaccineert, dan heeft dat een kudde-immuniteit tot gevolg. Dan heb je misschien personen ertussen die niet gevaccineerd zijn, maar die kudde, die dat grote schild om de gehele gemeenschap heen, beschermt dan die individuele mensen die zich nog niet hebben gevaccineerd. Dus het zou toch wel raadzaam zijn dat iedereen zich absoluut, vaccineert? Absoluut. Je hebt die grote massa nodig om het beste effect van die vaccinatie te bereiken. En vanaf hoe oud zou je moeten vaccineren? Nou, die onderzoeken zijn al in het buitenland gedaan. Dat ze dus ook al vanaf 12 jaar kunnen vaccineren. Maar kijk, Suriname moet natuurlijk even de kat uit de boom kijken. En kijken welk beleid we willen volgen. We doen het nu vanaf 18 jaar. Dus als we dat deel van de bevolking, 60% tot 80% kunnen vaccineren, dan moeten we goed zitten. En we zijn daar nog niet. Ja, ja, ja.
En ja, de president heeft eerder aangegeven van, ja, dat hij ook andere vaccins verwelkomt. Ik heb begrepen, we hebben een schenking gehad van China, Sinopharm. En hij heeft ook gesproken over Pfizer en Johnson. Ja, is het raadzaam dat we verschillende vaccins hebben? Ja, omdat al die vaccins hebben bewezen in grote studies dat ze werkzaam zijn. En ook tegen de varianten, zelfs AstraZeneca, waarover men zoveel ruis heeft. Het is echt ruis. Schijnt dus wel te beschermen tegen de Delta variant. Je kan nog steeds COVID oplopen. Niemand heeft gezegd, en ik ga het weer zeggen, ik heb het al eerder gezegd. Geen enkele wetenschapper heeft beweerd dat het vaccin jou beschermt 100% tegen het niet krijgen van de COVID-infectie. Maar als je het krijgt en je bent gevaccineerd, zal je die ziekte niet zo heftig doorstaan zoals we dat nu zien met het Manaus variant. Misschien kunt u dat even uitleggen hoe het precies werkt in je lichaam wanneer je dat vaccin binnenkrijgt. Ja, ik ga het proberen een heel eenvoudige bewoording te doen. Je krijgt een vloeistof toegediend. Daarin zit een, AstraZeneca is dan een vector vaccin. Dat wil zeggen, er zit een verzwakt verkoudheidsvirus in dat al bekend is in de wetenschappelijke wereld. Daaraan is toegevoegd een stukje eiwit van het COVID-virus dat ons zo ziek maakt. Jouw lichaam gaat, als dat ingespoten wordt in je spier, en dan verspreidt het zich langzaam door je lichaam. Daarom wordt het in de spier ingespoten, want dat geeft een langzame afgifte. Intussen gaat jouw lichaam dan antistoffen maken, jouw immuunsysteem. Zo, wat men in de volksmond noemt weerstand, gaat weerstand opbouwen en het alvast herkennen. Maar je wordt niet zieker van, want het is geen actief virus, het is eigenlijk gewoon een herkenningsmiddel, een vlaggetje. Ja. Er komt een vlag, jouw lichaam gaat daarop reageren en maakt antistoffen aan. Het moment dat jij in aanraking komt met het echte virus, het COVID-19-virus, of het nou een variant is, of het oude virus, of het nieuwe virus, gaan alle rode vlaggen omhoog. De vijand komt eraan. Ja. Alle antistoffen gaan zich bundelen. Je hebt verschillende soorten cellen die zich daarmee bezighouden. Je hebt een snelle reactie, je hebt een langzame reactie. T, B-cellen, alles wat zich met het immuunsysteem te maken heeft, gaat zich richten op die vijand, het echte virus. En dan krijg je een snelle immuunreactie om het virus onschadelijk te maken. Dat is eigenlijk het hele proces wat plaatsvindt. En nogmaals, in die reactie op het echte virus kun je dus gaten hebben in die weerstand, waarbij je toch wel besmet kan worden, maar dat je milde symptomen gaat vertonen. Waarbij je dus ook niet in het ziekenhuis terecht hoeft te komen en al helemaal niet op de IC. Ja, ja. En nog minder dood hoeft te gaan. Ja, en waarom? Ze praten vaak over je saturatie in je bloed. Wat is dat precies? Dat omlaag gaat, kan je heel snel in gevaar komen. Jawel. Het COVID-19-virus is een longvirus. Het hecht zich aan de longcellen. En de longen zijn bedoeld om een uitwisseling teweeg te brengen tussen zuurstof en afvalstoffen uit je longen, uit je bloed. Er komt een heleboel bloed naar je longen en daar vind je uitwisseling. Dat noemen we de gaswisseling. Zuurstof tegen koolzuurgas, et cetera. En je moet dus voldoende zuurstof hebben. Maar als die cellen van die longen nou geblokkeerd worden door het virus, die zich hecht op die cellen en ook die cellen kapot maken, dan kunt u begrijpen dat je niet voldoende zuurstof kan opnemen in je bloed via die longen. En dat is wanneer dan die saturatie omlaag gaat. Want saturatie geeft het zuurstofgehalte weer in jouw bloed. En normaal is het 97% tot 100%. Maar met COVID kan het zakken naar 80%, 84%. En dat wil zeggen dat je dus echt extra zuurstof nodig hebt. Maar het probleem van die extra zuurstof bij COVID is dat die longcellen geblokkeerd zijn. En het vormt in die longen een soort blokkade. Je krijgt een soort substantie in die longen. Waarbij dus ook al blaas je die zuurstof keihard naar binnen, het komt met heel veel moeite weer in die longcellen. En vandaar dat de mensen die dus op de IC belanden zoveel moeite hebben om eruit te komen. Want je blaast eigenlijk tegen een muur. Ja. Je blaast die zuurstof erin, maar het botst tegen die muur. En het kan bijna niet de cellen inkomen waar het terecht moet komen. Eigenlijk stik je. Je stikt, je hapt naar adem. Je ziet die mensen
hele diepe ademhalingsbeweging maken om maar zoveel mogelijk zuurstof naar binnen te krijgen. Ja. Is dat niet traumatisch voor de zorgverleners of zijn ze het al gewend? Ik denk dat het heel traumatisch is. Ik heb het één keer gezien en ik dacht echt zo van, nee, dit moet je niet elke dag meemaken. Het is traumatisch en natuurlijk voor de persoon zelf, de patiënt zelf, maar ook voor de zorgverleners. En dat is waarom we eruit willen. We willen eruit. Je moet dat verhaal ook gaan vertellen aan de familie. Ja, is er opvang daar? Er is een opvang, maar u begrijpt, die zorgverlener zit ook met een stukje behoefte aan opvang. Dus dat proberen we ook op te pakken met ondersteuning, mentale ondersteuning en begeleiding. En dan moet die zorgverlener dan dagelijks met de familie in gesprek over hoe de toestand van de patiënt is. Dus ik zie in de discussies vaak mensen zeggen, waarom vaccineer ik? Ja, om mezelf te beschermen. Ja. Men denkt niet na over wat voor effect het kan hebben op de gezondheidszorg. En dat is wel een beroep wat we willen doen op de gemeenschap. Denk ook even aan die medische zorg. Als je je vaccineert, als je daar zit en je krijgt het vaccin, laat het op je inwerken. Wat voor effect het allemaal teweeg kan brengen. En er is ook hulp uit Nederland gekomen, medische hulp. Zijn ze er nog? Heeft Zeeland ze ook gehad? Ja, we hebben sinds, klopt. We hebben sinds de aankomst van de eerste groep hebben ondersteuning gehad. En elke week komt er dan een groep bij. En ze overlappen elkaar met een week, zodat de ene groep de andere kan inwerken. En we hebben er een stuk of 4, 5 verpleegkundigen. En er was 1 intensivist ook toegevoegd. En onderling de ziekenhuizen in Suriname hebben jullie wekelijks, dagelijks contact om te kijken, de situatie in zijn geheel te bekijken? Ja, en dus dat is ook iets om aan te halen. Het positieve vanuit deze COVID-crisis is dat we hebben geleerd om meer samen te werken en meer te communiceren met elkaar. Kijken waar we elkaar kunnen helpen. Dus we hebben dagelijks, wekelijks, we hebben Zoom-meetings, we hebben telefooncontacten natuurlijk. Dus dat loopt wel. We hebben goed contact met elkaar. En hoe, als we Zeeland bekijken tegen de andere ziekenhuizen, waar zit Zeeland? Wij waren de eerste, dus in die golf van januari, waren we de eerste die open zouden gaan, dus in het opschalingsplan. En we waren toen ook de laatste die zouden sluiten. Dus onze COVID-afdeling draait gewoon volle toeren. We zijn eigenlijk vanaf december, januari niet dicht geweest. Het moment dat we wilden sluiten, toen die golf van januari aan het zakken was, hadden we 1 of 2 patiënten en we dachten, ja, nu gaan we... Ja, nu kunnen we terug kunnen naar... sluiten, schoonmaken en we kunnen de reguliere zorg oppakken. Maar nee, toen begon die derde golf op te klimmen. Maar bestaat een kans dat je dat virus kan oplopen, stel voor iets anders ben je opgenomen? Bestaat de kans dat je daar COVID kan oplopen? Want je hoort veel verhalen van mensen zijn voor iets anders binnengegaan en ze hebben COVID opgelopen daar. In het ziekenhuis zelf? Ja, dat bedoel ik. Behalve de COVID-afdeling? Ja, Nee, kijk, er zijn een paar risicofactoren en dat moeten de mensen ook begrijpen. Sinds COVID er is, moeten we mensen die binnenkomen, dat noemen we triage. We moeten iedereen onderzoeken en ondervragen of ze geen COVID-klachten hebben. Ja. Want het komt voor dat mensen dus ongewild of ongemeld met COVID-klachten binnenkomen. En toch wel op een reguliere afdeling terechtkomen. En dat is dus heel vervelend voor het ziekenhuis. Om die mensen dan weer eruit te halen. En ook ervoor te zorgen dat de omgeving niet besmet is. En soms moesten de mensen in quarantaine. Omdat je op een gegeven moment erachter kwam dat een patiënt toch wel met COVID was binnengekomen. Maar we hebben een strikte triage. Dus we proberen dat zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Oké, geweldig. En we praten nu over een code zwart. Wat is dat precies? Code zwart betekent dus als je op een gegeven moment niet genoeg ziekenhuisbedden hebt om iedereen op te nemen die klachten heeft, dan ga je een keuze moeten maken. En die keuze ligt bij de behandelaren. Dus u begrijpt wat een moeilijke taak deze mensen hebben. Dan kijken ze naar bijvoorbeeld misschien de leeftijd, misschien de prognose. Dus hoeveel kans maakt iemand om hieruit te komen. Naar de ernst van de situatie. We waren randje kantje. We hebben het steeds gezegd dat we in code zwart zijn. Ja. Randje kantje. Uiteindelijk
is het wel gelukt om in ieder die plek te geven die men nodig had. Maar het is balanceren op een hele dunne lijn, iedere keer. Ja. Dat is er nog steeds, dus dat is nog niet weg. Ja, dat is ernstig. En we weten, elke ziekenhuis heeft zich zo zijn specialisatie, waar ze bekend om staan. En we weten, Slans sinds jaar en dag is moeder en kind zorg. Mm-hmm. En Slans is nu een COVID-ziekenhuis geworden. Hoe zit het met die zorg precies? Nou, want die behoefte is er nog steeds. Juist, ja, dat gaat gewoon door. We hebben vanaf de eerste lockdowns hebben we gezegd, de gynaecologische en obstetrische zorg, de verloskundige zorg gaat door. Ook het vaccineren van de kinderen hebben we niet opgezet, want je kan dat niet riskeren, dat kinderen ongevaccineerd door blijven wachten totdat er weer een versoepeling komt. Maar de bevallingen en alles wat te maken heeft met de verloskundige zorg is doorgegaan. Ja. Doorlopend. En dat is ook het advies van de WHO. Ja. Je kan kijken of je bepaalde controles een beetje kan uitstellen, maar het zwangere kan je niet maanden en weken thuis ja, laten. Ja, precies. Maar die zorg zoals die werd gegeven, kan het nog gegeven worden? Ja, we doen de bevallingen natuurlijk onder strikte maatregelen. Een ervan is dat we soms de vaders moeten teleurstellen dat ze niet bij de bevalling aanwezig kunnen zijn. Ze worden wel boos. Ja, maar ik kan me voorstellen. Het heeft zijn redenen. Ja. En zwangeren moeten we ook heel goed door die triage halen. We hebben aparte triage voor de zwangere bij de poli. Zodat niet een zwangere ongewild met COVID-klachten binnenkomt. Waardoor ze dan de hele poliruimte en de medewerkers en de andere patiënten daar in gevaar brengen. Mm. Ook dat hebben we gehad. We hebben heel veel dingen meegemaakt, meneer Panka. Dus de samenleving mag het ook best wel weten. Dat we continu iedere dag onder die druk staan. Okay. Dus behalve die COVID-afdeling. Want kijk, op een COVID-afdeling ben je eigenlijk goed beschermd. Want je gaat daar in je PPE. Ja. En je weet, de mensen weten hoe ze zich moeten aankleden. Maar wat belangrijker is, hoe ze zich moeten uitkleden. Ja, ja. En bij het uitkleden moet je goed opletten dat je dus schone delen van het lichaam niet aanraakt met delen die in contact zijn gekomen. Dus daar ben je eigenlijk veiliger dan op zo'n reguliere poli of afdeling. Ja, daar moeten we dubbel zo goed op letten. En ja, ik heb laatst afgelopen week zijn de zorgverleners toch een beetje bedacht. Door wie? Door de regering? Of ze hebben een pakketje gehad ook bij u. Was het genoeg? We hebben toch wel een aantal donaties gehad, hoor. Ja, ja. We krijgen vaker wat voeding. Mensen hebben gezorgd voor koffie, creamer. Maar zelfs bijvoorbeeld cupjes en een heleboel dingen. Maar zorg wel dat ze eigenlijk motiveert dat? Ja, het motiveert en ze voelen zich dan ook gewaardeerd en niet vergeten. Ja, ja. Want het lijkt soms alsof COVID iets normaals aan het worden is. Toch van, die zorg gaat wel door. Maar het is elke dag struggelen. Mm-hmm. Dus er zijn genoeg bedrijven en mensen die de zorgverleners waarderen. En dat stellen we heel erg op prijs. En dat motiveert ze echt wel. Mm-hmm. En soms als je kijkt naar de maatregelen die worden genomen door de regering. En je kijkt naar wat de sector zelf zegt, de zorgsector. Dan vraag je je af, is er soms wel afstemming? Er is afstemming. Er is een OMT, een crisismanagement team. Dus aan de ene kant de medici en de technische commissies. En aan de andere kant natuurlijk de regering. Het is een hele moeilijke balans om te vinden. Want dat economisch gedeelte is er. Maar ook het gedeelte van als jouw werknemers ziek worden, heb je ook weer een terugslag toch in je bedrijf. Dus die balans is heel moeilijk te vinden. En voor de medische zorg is het natuurlijk soms een beetje moeilijk te begrijpen, maar aan de andere kant moet je ook daarmee rekening houden. Maar aan de andere kant moeten de mensen die vinden van die economische bedrijvigheid moet doorgaan, moeten ook rekening houden met wat er in de medische zorg plaatsvindt. En wat er zal gebeuren als jouw heel bedrijf besmet raakt. Ja. Als jouw werknemers besmet raken en die met z'n allen in quarantaine moeten of ook nog opgenomen worden. Dus die balans is moeilijk te vinden en wij zijn niet de enige in de wereld. Ja. Elk land heeft ermee te maken. Wat zou voor de medische sector eigenlijk het beste zijn? Welke maatregel? Als ik dat kan zeggen, ja. Is freeze. Bevries de hele gemeenschap. Iedereen stil. Iedereen lockdown. Iedereen thuis. Toch? Ja. Geen contacten. Dat is de manier om een virale outbreak
te containen. Dat is van oudsher bekend, is niet alleen met het COVID-virus. Ja, maar natuurlijk, we weten allemaal dat. Maar dat kan dus niet. Nee. Maar dan moeten we dan die balans zien te dan vinden. Dan moeten we die balans zien te vinden. Ja, ja. En als je zo hoort dat mensen toch antivaxxers zijn en moeite hebben met eigenlijk zich inenten, ligt het aan hen? Of zegt u van, ze hebben niet genoeg informatie? Het ligt niet alleen aan hen. Er is veel misinformatie, veel fake news, zoals we dat noemen. En het is voor een leek, laat me het zo zeggen, is het moeilijk om onderscheid te maken. Wat is nou werkelijke informatie die ik moet geloven? En wat is die informatie die ik toch een beetje aan de kant moet zetten? Want dat onderscheid moet je kunnen maken. Het is moeilijk. Ik volg dat ook. Maar sommige dingen zeg je van, maar dat, als je een beetje logisch verstand, zou dat toch niet kunnen? Waarom geloven mensen dat nog? En het is heel moeilijk om daar tegenin te gaan. Want het lijkt alsof er nu een soort weerstand is tegen werkelijke wetenschappelijke informatie. Waarbij gezegd wordt, ja, het is een money-making business. Mensen verdienen geld eraan. Het zal wel. Maar wat moeten we doen? Moeten we achteroverleunen? Yeah. Moeten we zeggen, ach, dat virus is er, laat het maar gaan. Want je hebt van die mensen die zeggen, ja, het bestaat, maar waarom al die maatregelen? Ja. Mondkapje hoeft niet, handen wassen hoeft niet. Laten we dat doen dan. Laten we zien wat er gebeurt. Ik denk niet dat er veel van ons over gaat blijven op een gegeven moment. Je wil het niet aan beginnen. Dus je gaat wat moeten doen. En omdat er, ik zeg het steeds, er is geen wondermiddel. Als ik ziek word van COVID, dat ik even iets snel kan innemen om te zeggen van ik ben na 1-2 dagen klaar. Zoals met een antibioticum of een middel tegen hartziekte. Dat is er niet. Dus iedereen zoekt naar manieren, wetenschappelijk bewezen, om uit deze ellende te komen. En als vaccinatie daarvan één is, wat toch wel nu op dit moment redelijk goed bewezen is, dan zullen we dat moeten volgen. Ieder mag zijn eigen keus maken, ieder is vrij daarin. Maar neem het gebaseerd op een logische en een weloverwogen informatie-inwinning. En als je die informatie niet kan onderscheiden, vraag iemand die het misschien wel weet. Ja. Iemand die, waarvan men denkt, van die komt geloofwaardig over of die zou ik wel willen geloven. Ja. Dus dat is het enige advies wat ik kan geven. Ik kijk om me heen. Wij kijken als medici en wetenschappers om ons heen. Wat gebeurt er in de wereld? Wat doet de wetenschappelijke wereld? Waar kunnen we kijken? Welke modellen zijn toegepast? En waar kunnen wij ons voordeel daarvan halen? Dus ja, gaf het eerder aan het percentage waarbij we toch die groepsimmunisatie kunnen hebben. Dan denk ik, als snelle berekening maken, dan moet het liggen tussen 350.000 en 400.000 mensen moeten dan gevaccineerd zijn. Ja, dat was dus het streven. Het streven is naar 400.000. We zitten op die 190.000 eerste plus tweede prik. Ja. En 150.000, iets van 34.000 volledig gevaccineerd. Ja, ja. En dat is veel te weinig. Ja, dus gezien het aantal dat in het begin zijn eerste prik heeft gehad, zou het nu veel hoger moeten zijn. Het zou meer moeten zijn. Mm-hmm. Dus daar moeten we wel aan werken. Dat gaan we doen. Is dat met het OMT wel gediscussieerd? Ja. We zijn nu bezig met een communicatieteam om dat goed in kaart te brengen en dan de juiste informatie, tenminste wat wij denken, wat is juist. We moeten ons niet te veel op de borst slaan van ik heb de juiste informatie, beide partijen niet. Maar laten we kijken met informatie die gebaseerd is op evidence-based informatie. Om dat te brengen naar de gemeenschap. Zodat men dat tot zich kan nemen en met ook goed gestelde vragen de keus kan maken. Okay. Als ik mij als voorbeeld neem. Ik ben mijn eerste prik gehad op de dag van de verpleging. Wanneer was het? 12 mei. 12 mei. En ik moet weer 7 mei gaan. 7 juli gaan voor mijn tweede prik. Klopt dat? 10 weken moet u optellen. Ja, ja. Bent u op 7 juli? Is het? Ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Dat klopt. Dus dan zien we u 7 juli bij een van de prikpunten. En heeft u beide prikjes al gehad? Ik heb beide prikjes gehad. Ik was een van de eerste van het ziekenhuis. Ja. Toen er nog heel veel weerstand was en ook onder de zorgverleners. En toen hebben we gedacht, iemand van de directie moet het voorbeeld geven. En ik voelde me echt gesterkt om dat te doen. Ja, ja. Ik heb nauwelijks klachten gehad.
waarbij anderen natuurlijk wel meer klachten hebben gehad. Ja, ieder mens is uniek, toch? Het is zo verschillend, de reacties van dit vaccin op een ieder. Maar goed, we hebben het gedaan en ik heb mijn tweede prik ook al gehad. Ja. En heel belangrijk is om je mentaal erop in te stellen. Ja, ja. Maar mensen zijn bang gewoon voor een prikje. En dat, dus ik denk dat de meeste mensen die zeggen van, ik ga me niet vaccineren. Ik denk dat het angst is voor die naald. Ja, niet toch? Zozeer voor dat vaccin. Misschien niet. Dus wij zijn er steeds bij wanneer de vaccinatiesessies in ons ziekenhuis zijn. En we proberen echt de mensen gerust te stellen. We zien echt die zenuwachtigheid. En mensen, ja, ze beginnen te zweten. Ja. En angstreacties, toch? Ja. Fight or flight. Dus ze denken van, moet ik nou weg van hier of zal ik het toch doen? En we proberen ze dan te begeleiden erin. We praten met ze. En op een gegeven moment, nadat het voorbij is, zeggen ze, was dat het? Ja. Ze hebben nauwelijks iets gevoeld. Alleen het idee al van een prikje is ook beangstigend. Okay. En vanmorgen, ja, je zit in de file, je hebt genoeg tijd om naar de radio te luisteren naar het nieuws. En ik hoorde dat AstraZeneca, het bedrijf zelf, ook is begonnen met een tweede onderzoek. Ja. Waarbij vooral verschillende mensen, verschillende delen van de wereld getest kunnen worden. En ik begrijp ook van wetenschappers dat eigenlijk wat AstraZeneca betreft dat de beste zou zijn voor Suriname. Omdat het volgens mij een van de weinigen, dat getest is bij donkere mensen. Kijk, de ontwikkelingen staan niet stil. Wij denken dat wij hier in Suriname denken van, het is uit de lucht komen vallen. Maar vanaf het eerste moment dat COVID zich voordeed, begonnen die onderzoeken al. Toch? Voor december 2019. Misschien zelfs ervoor al, want we weten niet wat er in China verder gebeurde. Die onderzoeken begonnen al, dus die ontwikkelingen gaan steeds door. In Engeland heeft men niet afgewacht op de goedkeuring. Het is natuurlijk samen met Oxford University ontwikkeld. Dus men is al heel vroeg begonnen grote groepen met AstraZeneca te vaccineren in Engeland. En gelukkig hebben ze dat gedaan, want de situatie daar was verschrikkelijk. Naarmate dus het percentage dekking toenam, zag men de ziekenhuizen stroomden leeg. En ik kan me zo voorstellen dat tussen in die bevolking natuurlijk grote groepen gekleurde mensen zaten. Want de bevolking bestaat daar ook uit multi-etnisch. Ja. Dus ja, als we het zo bekijken, is AstraZeneca inderdaad goed te doen voor ons. Mm-hmm. Ik zie geen enkel nadeel, alleen dat enige is dus dat van die trombose met die verlaagde bloedplaatjes. Een van de hele weinige bijwerkingen waarvan nu ook al een oplossing is gevonden. Als je het maar goed herkent en vroegtijdig herkent, hebben we daar een behandeling voor. Dus je hoeft er niet aan dood te gaan. Ja. Maar je moet het wel goed herkennen na je vaccinatie. Mocht je buikpijnen krijgen, hoofdpijnen, pijn op de borst, moet je dat direct melden. En dan wil ik, als ik mag, even ook aangeven dat er een AEVI-commissie is. En dat is standaard bij alle vaccinaties in de hele wereld. Is er een groep mensen die zich buigt over bijverschijnselen en bijwerkingen na vaccinatie. Adverse events after immunizations. Ja. Dat is de commissie en die commissie hebben we ook hier in Suriname. En als zodra het BOG wordt gebeld door een patiënt of door een arts om zo'n adverse reaction te melden, gaat de AEVI-commissie aan het werk om te kijken, heeft het een link met de vaccinatie? Kan het een bijverschijnsel zijn van de vaccinatie? Of is het een toevalligheid dat die persoon misschien iets onder de leden had of waarvan men niet bekend was, maar dat het toevallig heeft plaatsgevonden na het nemen van het vaccin? Dus dat is die AEVI-commissie. En mensen moeten dat ook goed weten. Ja. Dat het onderzocht wordt. En mochten er alarmen zijn die nodig zijn om de gemeenschap te informeren, dan zal dat ook gebeuren. Ik hoorde heel veel vragen in DNA over doden na vaccinatie. In Suriname natuurlijk. Ook dat wordt goed onderzocht. En als die resultaten daar zijn, zullen we daarvan ook gewacht maken. Ja. En natuurlijk, er is altijd een belangrijke les mee te nemen uit deze pandemie. Natuurlijk, jaren terug hadden we ook al pandemieën. Welke les, als we nu al kijken naar de situatie, welke les
kunnen we zeker hieruit halen. Ja, dus we moeten als mensheid niet denken dat ons iets niet gaat overkomen, toch? We zijn geen geweldige superhumans dat wij voor alles een oplossing hebben. Dus we moeten voorbereid zijn. Ja. Als we naar Amerika kijken bijvoorbeeld. Toen die epidemie zich daar voordeed, bleek dat ze gewoon niet genoeg beademingsapparaten hadden. Een superland als Amerika. Die zat te kampen met medische equipment dat niet voldoende was. Dus wat wij moeten doen, is elk land moet gaan kijken hoe zijn je resources. Wat kun je alvast in reserve houden? Wat is je plan voor any disaster? Dus hoe ga je voorbereid zijn op een komende epidemie? Of ja, so disaster risk management. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En denkt u dat tegen eind van het jaar we wel dat quotum gehaald zullen hebben? Ik hoop het wel, maar ik ga nog geen prognostische uitspraken doen. Die cijfers moeten goed bekeken worden. En we moeten echt werken aan de mensen te motiveren om die keuze te maken om te vaccineren. Zodat we die dekking halen. Mm. En zoals het nu gaat, vind je het te traag? Of, Nee, in het begin ging het een beetje traag. En toen heeft het echt een hele grote sprong genomen met de massale locaties. Ja, meer outreachend en grotere locaties. We hebben een klein beetje een dip gemerkt nu de afgelopen 2 weken, ook bij ons in het ziekenhuis. Ja, ja. Dus we moeten gaan werken eraan om de mensen weer... Vooral die groep die al eerste... Maar afgelopen weekend was het weer een succes, wat ik heb gezien. Dus misschien moet je mensen meer ook aantrekkelijker maken. Ja, ja. Ja, ik weet het niet. We moeten gaan kijken hoe we de mensen... Ja, want ik las zo een flyer van Torarica. Je krijgt dan een bonnetje als je daar gaat vaccineren. Dus dat soort kleine dingen. Misschien met een muziekje erbij. En allerlei dingetjes die mensen kunnen toe kunnen brengen om toch te komen. Mm-hmm. Oké. Okay. Dank u wel voor uw tijd in de studio. Ik hoop dat met dit gesprek we toch een aantal mensen kunnen motiveren om misschien een tweede prikje te halen. Of misschien hun eerste prikje. Want zoals Dr. Nana Pade dat eerder zei, van die kudde immunisatie, als we dat hebben, dan zijn we toch goed beschermd. En dat praten we over 350 tot 400.000 van onze inwoners. En nog eens, hebt u toch wel mensen gezien, kinderen? 18 jaar, zijn er veel jongeren in deze groep nu? Ja, een aantal jongeren zijn gekomen. Het moment, nou eigenlijk maar niet significant? Toch wel. Toen het dus nog niet mocht, vanwege de prioriteitsgroepen, stonden ze al bij de poort. Okay. Dus we hebben velen moeten zeggen, nog even wachten, nog even wachten. Maar toen het vrijgegeven werd, is er een aantal groepen. En ook die cijfers moeten geanalyseerd worden. Okay. Man-vrouw verhouding, leeftijdsgroepen, wie zijn er dus allemaal opgekomen? Ja, en dan kunnen we de strategieën ontwikkelen. Om en ook naar etniciteit? Want je hoort etniciteit moet ook bekeken worden. Ja. Ja. We zien inderdaad veel minder mensen van het Creoolse ras. Nu zie ik het wel wat meer, maar die cijfers moeten geanalyseerd worden. Oké. Goed, dank u wel. Ja, en dat was nogmaals dokter Nana Pandé. En we hebben met name gesproken over de COVID-19 situatie. Alhoewel het aantal vaccinatiecentra toeneemt, mensen zich gaan vaccineren. Zien we dat de situatie nog niet afneemt. Maar de dokter legde uit dat we dat kruispunt nog niet hebben bereikt. Waarbij echt het gaat dalen en die groepsimmunisatie toch wel gaat toenemen. Dat was het dan voor deze aflevering van Onder de Loep. Heeft u het net gemist, dan verwijs ik u naar onze Facebookpagina ATV Suriname. Of onze YouTubepagina ATV Suriname. Tot de volgende keer. Dag.